In het West-Brabantse Sint-Willebrord startte donderdag de tweede rit van de Eneco Tour. Legendarische renners als Wim van Est en Rini Wachtmans hebben het heiken op de internationale wielerkaart gezet. De komst van de Eneco Tour, een wedstrijd door Nederland en België, trok daarom veel bezoekers. Nou, we zijn hier puur toevallig gekomen omdat mijn dochtertje de renners wilde zien. Maar volgens mij is de entourage en de ambiance hier wel goed. Het hiken staat natuurlijk vanuit het verleden bekend om de wielersport. Dus dat is ook wel even de reden dat we hier naartoe zijn gekomen. Het is iets moois. Dat mooier geweest dan de aankomst, maar ja, vertrek is ook al wel, hè? Mooi dorp. En natuurlijk mooi dat hier de start van de Eneco Tour is. Het was een wielerdorp van oudsher, hè? Van Rini Wachtmans. En dat is gewoon heel bekend. Maar volgens een enkele Willebroder zijn de glorieuze wielertijden van het hiken echt verleden tijd. Ja, dat is geweest. En dat, ja, dat was ook toen. Toen maakten wij de dienst uit. Maar is dat niet meer zo dan? Nee, we hebben geen wielrenners meer weer. We hebben geen ene betaalde bielrenner meer. Man van de streek is Rabo-renner Koos Moerenhout uit Welberg. Hij is bezig aan zijn laatste jaar als wielerprof en geniet van de passage van de Eneco Tour door de regio. Nou, dat is altijd iets extra's natuurlijk. Hè? De Tour is een eigen streek geweest. Nu de Eneco Tour weer. En ja, dat is altijd leuk. Altijd veel bekenden die er dan ook weer zijn. Familie en ja, een voordeel is dat je de route ook een beetje kent, hè? Hoewel de finale dan weer ergens heel ergens anders is, maar ja, de eerste 50 kilometer is natuurlijk allemaal wel bekend terrein. En dan ook nog eens starten in Sint-Willibrord, een beetje de wielerhoofdstad van Brabant. Ja, daar discussiëren ze nog over, hè, of dat het zo is, hè? Maar het is ongetwijfeld een plaats met heel veel wielerhistorie van vroeger en nog steeds, denk ik. Dus dat is wel dat is leuk om zeker ook in je laatste jaar ook nog eens een keer hier te starten. Maar hoe staat het in verhouding tot de Tour de France? Ja, heel anders natuurlijk. De Tour is, kijk, nu is het moet ik zeggen ook heel druk bij de bus. En ik verwacht zeker ook wel aardig wat mensen bij de route. Maar ja, de Tour, dat slaat alles. Dat is met geen enkel evenement te vergelijken. En ja, daar is zo'n mensenmassa, dan is dit nog nu heel relaxed. Het wielercircus verliet donderdag rond het middaguur Sint-Willebrord om uiteindelijk te finishen in het Belgische Ardooien.